Wie heeft de looks? Wie bezit stalen zenuwen? Wie deinst er niet voor terug om voor een groot publiek te spreken? Met andere woorden, wie is dé perfecte kandidaat? Want Genk en TVL gaan op zoek naar het nieuwe tv- en presentatiewonder. In de komende 8 weken gaan we zo in een soms geschifte, soms gedurfde, maar vooral ook uberspannende afvalrace op zoek naar iemand met uitstraling, iemand met ballen en iemand die popt op het scherm. Dit is de auditie. En net als vorige week starten we hier in het Casino Modern. Casino Modern, waar het vlak gehuisvest is, is een werkplaats voor beeldende kunstenaars. En wij palmen vandaag voor de tweede keer op rij de grote zaal in voor de tweede ronde van de auditie. En geloof me, de jury staat op scherp. The Big Bad Wolf. Gymbaas en kritisch oog Luc van Laar is de frontman van onze jury. Met zijn jarenlange ervaring is hij het die talent kan ruiken nog voor het de hoek omkomt. TVL-gezicht, presentatrice en lifestyle-reporter Annemie Ramakers voelt zich het best thuis tussen de BV's. Zij heeft als geen ander een oog voor potentiële fame. Ben jij gewoon een man in de straat? Sorry, she doesn't care. The Big Bad Wolf. De stad Genk laat zich vertegenwoordigen door een van zijn jeugdmedewerkers, Rocco Moscato. Vorige week koos de jury reeds 4 finalisten. En vandaag krijgen ze weer 20 deelnemers voorgeschoteld, waaruit ze er nogmaals 4 moeten kiezen die dan doorstoten naar de Gouden 8. Maar waar gaat de jury nu precies allemaal op letten? Ik wil gecharmeerd worden door de presentator of presentatrice, geëntertaind worden. Ik wil vrolijk worden, een smile zien en ook geloven wat er wordt gezegd. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wie op het scherm plakt en wie niet, krijgen de juryleden in de eerste ronde de kandidaten niet live te zien. Zij moeten hun oordeel vellen louter en alleen op datgene wat ze zien op het scherm. Ik ben Michael Sille. Ik ben een 23-jarige bakker uit Hechtel-Exel. Ik ben gehuwd op mijn 22e met mijn vrouw Steens als Elke. En samen hopen wij heel gelukkig te worden en een mooie toekomst op te bouwen. Ik ben zo'n echte huisvader, hè? Nee? 150 kandidaten. Amper 40 overleefden de preselectie. Wie zal uiteindelijk de bloedstollende finale halen? En de jury, het publiek en zichzelf overtuigen van een uitzonderlijk presentatie. Doet dat niet slecht, maar ik word er niet warm van. Nee. Ik denk dat het een hele goede bakker is. 150 kandidaten, amper 40 overlevende preselecties. Wie zal uiteindelijk die bloedstollende finale halen en de jury, het publiek en zichzelf kunnen overtuigen van een uitgesproken presentatietalent? Dit is de auditie. Aan de stem is nog wel werk, maar dus kijk naar de camera, ziet er fris uit. Als dat van de eerste keer zo gelukt is, vind ik dat prima. Al de kandidaten verzamelen in het café van Casino Modern. Zouden ze last hebben van stress? Goedemiddag, Isa. Goedemiddag. Je zit hier zo rustig alsof je het elke dag doet. Ja, ik ben meestal zo rustig, hoe ik nu ben, ja. Ja, gewoon een heel relaxed persoon. Relaxed, chill. Dag Evelien. Hallo. Hoe gaat het ermee? Alles oké. Okay. Alles oké? Okay? De zenuwen ook onder controle? Daarnet wel, nu even niet meer, man. Nu even niet meer. En hoe uitzicht dat dan? Okselvijvertjes, kleine bandjes. Maar is het nog goed? Ja. Safe. Helemaal goed. Goeie deel. Goed deel ook. Dat zit al goed. Er zijn extreem vrolijke kandidaten. Dank u wel. Enthousiaste kandidaten. Een nieuwe uitdaging schrikt mij nooit af. Grappige kandidaten. Hey, ik ben een vrouw van 40. Creatieve kandidaten. Op mijn keyboard speel ik alles, behalve geef het op, meisje. Expressieve kandidaten. Dit is de auditie, wat je moet zien. Wie? 20 kandidaten passeren de revue, de ene al opvallender dan de andere. Hallo, ik ben Ine Nijs, ik ben 23 jaar en ik ben geboren in Hasselt.
Ik ben afgestudeerd in de richting communicatie. Ik ben spontaan, ik heb het hart op de tong. En ik ben van nature nogal nieuwsgierig. Mooi. Ik heb het voorbije jaar me vooral bezig. Je heeft ook ooit meegedaan aan Topmodels. En dat was toen een ongelooflijk sexy meid. Zij heeft wel heel veel potentieel, hoor. Ze is nog altijd een hele mooie meid en heel vlot, hoor. Zij is maar 23, heeft nooit gepresenteerd. Hè. Zoals je al zei, altijd foto's en dat soort dingen. Daar kun je iets van maken. 150 kandidaten. Amper 40 overleefden de preselecties. Wie zal uiteindelijk de bloedstollende finale halen en de jury, het publiek en zichzelf overtuigen van een uitzonderlijke prestatietalent? Dit is de auditie. Ze houdt de spanning er wel in, want ik denk, wat een beetje bij beetje bij beetje. Ik denk dat televisie niks voor Jessica is. Hoi, mijn naam is Riet Maas. Ik ben 27 jaar oud en ik woon momenteel in Niel bij As. In het dagelijks leven sta ik in het onderwijs en geef ik de vakken economie en informatica. Ik vind dat hij dat goed doet. Ik vind dat ook. Ze heeft een mooie lach als ze praat. Ze moet dus naar de kapper. Ja. Ik ben niet van spreken, maar ze moest naar de kapper. Maar voor de rest, een mooie stem ook. Ja, ik word daar rustig van. Ja. Goedemiddag iedereen. Ik ben dus Dana Simone. Ik ben afkomstig uit Genk. Net 23 jaar geworden met Italiaanse roet. Ik ben nogal een vlot, spontaan, enthousiast iemand die ook wel een tikkeltje nerveus kan zijn. Ik vond het leuk. Ja, dit vond ik by far de vrolijkste kandidaten. En die zag er ook gewoon goed uit. Vrolijke mensen gezien. Mensen gezien die toch al een goede basis hadden. Ja. Er wordt gewikt en gewogen. Beslist wie mag doorgaan naar de volgende ronde en wie niet. De jury heeft na lang beraadslagen de knoop eindelijk doorgehakt. En dat betekent dat we nu onze laatste vier finalisten kennen. En die mag ik bij deze aan jullie bekendmaken. Dankjewel. Ik heb hier de enveloppe met de vier namen in. De eerste die door de jury weerhouden werd, is... Ine, proficiat. De tweede persoon die goed genoeg bevonden werd, Riet. En dan zijn we toegekomen aan onze voorlaatste plaats, Kim, proficiat. En nu wordt het heel spannend. Ik moet het jullie niet vertellen, dit is de laatste finale plaats die er te verdelen valt. De persoon die nog kans maakt om dé presentator of presentatrice te worden, is... Dana. Onze acht finalisten zijn bekend. Volgende week dan barst de strijd pas echt los. Met Genk als werkterrein gaan de kandidaten dan hart tegen hart in een bloedstollende wedstrijd. Wie wordt de gelukkige? Kijk volgende week zeker weer naar een nieuwe De Auditie. En graag tot in Genk.